Goedendag. Het was vandaag een hele mooie winterdag, maar er stond wel een gure noordoostenwind van tijd tot tijd. En die vorst in combinatie met die wind zorgt toch wel voor hele mooie plaatjes. Dat opspattende water dat laat hele mooie structuren zien aan bijvoorbeeld planten of bomen die zich naast meren bevinden. En daar genoot deze hond zo te zien ook van. Nou, waar we vandaag ook van konden genieten was de zon, want die was veelvuldig te zien. Er was eigenlijk geen wolkje aan de lucht. En dus was het echt wel prachtig weer om lekker naar buiten te gaan. Maar wel goed ingepakt, want door die stevige wind voelde het toch wel een aantal graden kouder aan dan het daadwerkelijk was. Op veel plaatsen hebben we vandaag een ijsdag genoteerd. Alleen niet op ons hoofdstation in de beeld, hij staat hier niet op de kaart. Maar daar werd het een paar tienden boven nul. En daarmee was daar dus geen sprake van een ijsdag en dus ook geen officiële ijsdag. Maar op heel veel andere plaatsen was dat dus wel het geval. Hebben we allemaal te danken aan een oostelijke stroming die de afgelopen dagen stand heeft gehouden en dat ook nog wel even doet. We zien alleen wel een verandering gaande in de loop van woensdag en donderdag. Woensdag al wat bewolking in het zuiden. In de loop van donderdag dan draait de wind meer naar het noorden en wordt echt wel beduidend minder koude lucht aangevoerd. Het zuidoosten houdt het waarschijnlijk nog wel iets langer koud. In de loop van het weekend dan wordt het ook wisselvallig. De wind gaat dan draaien naar het noordwesten en daarmee wordt het toch echt wel een beetje guur. Uiteindelijk worden de bovenluchten ook kouder en dan zou het zowaar kunnen dat die regenbuien af en toe ook overgaan in winterse buien met natte sneeuw of misschien wel sneeuw van tijd tot tijd. Is nog wat onzeker, maar wel iets om rekening mee te houden. Nu hebben we absoluut nog niet te maken met sneeuwval of dergelijke. We hebben juist te maken met brede opklaringen waarin het ook vanavond weer snel afkoelt naar min 1 tot min 5 graden. En de wind is nog steeds noordoostelijk en overwegend matig van kracht. Vannacht verandert er weinig in dat weerbeeld. De wind die zwakt nog wel iets verder af en daardoor kunnen de minima nog een fractie lager uitkomen dan afgelopen nacht. Met op grote schaal min 7 of min 8 graden in de oostelijke helft. In het noordwesten waarschijnlijk iets minder koud, maar nog steeds min 3 graden daar. Woensdag overdag volgt opnieuw een prachtige winterdag. De maxima liggen zo rond 0 of 1 graden. En in het zuiden is later op de dag wat bewolking mogelijk, maar in de rest van het land is het echt wel zonovergoten en dus heerlijk weer om naar buiten te gaan. Je kan je wel voorstellen door dat koude weer dat de schaatsthermometer ook weer een stapje omhoog is gegaan. In dit geval naar ondergelopen weilanden. Ik verwacht echt wel dat woensdag overdag en zeker woensdag later op de dag het mogelijk is om op ondergelopen weilanden te schaatsen. Check natuurlijk wel even de lokale omstandigheden. Maar door die kou zou dat echt wel mogelijk moeten zijn. Slootjes en plassen en meren, ja, dat zie ik niet meer gebeuren. Ook aangezien de dooi uiteindelijk in de loop van donderdag echt wel gaat binnentreden. Dat zien we ook goed terug in onze vijfdaagse verwachting. Donderdag heb ik hier vier graden ingetekend. Maar waarschijnlijk wordt die waarde wel pas later op de dag gehaald. Die vorst is eerst nog best wel stevig. Maar de dagen daarna is het echt wel definitief even gebeurd met de vorst. Overdag dan een graad of vijf. In de nachten raken we de vorst uiteindelijk ook kwijt. En dat hebben we ook te danken aan een westenwind. Dat zien we weer goed terug. Eerst nog die oostenwinden waar we mee te maken hebben. Daarna duidelijk een signaal voor westenwinden. Uiteindelijk ook draaiend naar noordwest, waardoor we dus te maken krijgen met die winterse buien. Kijken we dan nog even ietsje verder, ja, dan wordt de onzekerheid heel erg groot. En dat komt doordat we ons precies op de grens gaan bevinden van de koude lucht en de zachte lucht. Het zou zomaar kunnen dat we dan te maken krijgen met veel wisselvalligheid. Maar goed, of dat misschien in de vorm is van sneeuw of regen... Dat ligt er net aan of lage drukgebieden onder ons doortrekken. In dat geval krijgen we met sneeuwval te maken. Maar als ze ten noorden van ons trekken, krijgen we juist met zachte weer te maken en ook flink wat regen. Dus die onzekerheid is nu nog erg groot. Maar daar komen we uiteraard morgen in een nieuwe tiendaagse verwachting uitgebreid op terug. Tot de volgende keer.